Shalom, bala na sisa, mi na bala ya kinte. Me bali wodi, aini neng fu a Elohim, fu Abraham, Isaac, anga Jacob. Mi na wa Hebrew, wa Hebrew na wa sama di sabi entu tu rutu, wa sama di sabi engadu. And I make a moiti, fu dineng, em que falamos de Johannes 7 vers 38 na Messiah da Hamashiach e takinape taki sama de bibi aini en e que fa Bible buku taki libi libi wata ogoy long komoto fu insei fien da wan taki umu bibi en em que fa Bible buku taki ma efu mi taigi yu taki a Bible for you dia bi kande tiyali efso 20 yali langa kaba lei jaini sayodu yo tan lei shen ofu yo finge towe mianga demba ala fumi uduwa ondo osuku en upoti dati ainya fidye uya fu yumu si sana de soutu a soutu lei di de aini so one for them Bible one love for them Bible di we lei si a pe si pe you no denki en a sama sefi di noiti be poti pak sei ne koliu ne leigiu kongo ama kandi angami meke ugoluku. Let from Barra Yakin the Takigba. Yes, if I scale on the Sword Bible. Yeah. Yeah? This is the new newer world for Talent for the Yehovah Fatiha. So, to another NGB. Mm-hmm. The Netherlands Bible Genootschap. Okay. So, to another Barra Yido. This is another Bible. Mm-hmm. I need to another one. Okay. So, to another Barra Yakin the? Me abia so na. SBG, denk jij dat die Stichting Surinaams Bijbelgenootschap. En de Bijbel lijkt moro. Dit is nou een schets ook. De Bijbel lijkt moro. Als je actie, christenen, dat doet tegen dat alle de Bijbel naar woord of God. Er is verschil naar kan de woord gebruiken, termen vertalen, moro makkelijk, enzovoorts, enzovoorts. Die de bedankt is, de key Bijbel, dat is dan dat we vergelijken met de Bijbel. Even naar toe. Maar dat is ook. Gewoon naar 1 Korinthe 14 vers 33. Zij de Bijbel voor zo. Als aan naar boeien, zorg om hem lezen. Hij zorg lekker boeien. Lezen, maar dat is ook. Because Gado no de dat Gado voor boeien. Gado no de want Gado voor boeien. De somme Bijbel die zijn ook boeien en chari. Alla de maite itak na wang. Gewoon look even na wang. Eten wang lezen, maar dat. Because God knows that God of Bruya. God knows that God of Bruya. Suma de Bruya well. Ko go in the Bible or look once ama ko suko mora fara ko pota stain like in for bakhrep pa pal da sane. Un bakhrep ka God never under. Gona malaya ki 3 verse as brada ido. God never under. Mhm. Because mi de masra, mm-hmm. Mi noite kenki. Sa? Mi noite kenki. Gado noit e kenki. And if you look once on, say de ala de Bible have one new, new world vertaling, new international vertaling, new that. Gado ne faranda de say de new Bible code. Gado no de one gado of Buruya Baradanga sa. And gado normally up to. It is in verse 3. Wo sorry brada tak lei brada sa lei deni bepaalde Bijbel. Dit is 1 vers 2. Lei de in bepaalde Bijbel. En yo shit is. En baka a video of die de, dat wo sorry soort Bijbel na wo echte woord. En use the version, un af sorry next. Oké. Gado normally brada sa. Gado normally. Lise, brada.
na ini roupa fu da livre futego. Disse gado, disse no can lei. Sa? Disse gado, disse no can lei. Gado normally and you say look at video jai de ins na da ti. Alas ma sap ta gado normally. Ma suma ma lei well. Gona yonas ak fes 44. Olo go suma ma lei. Gado normally eh? Ma hoje suma ma lei well. Onde fu un tata di dibiri. Mhm. E onde du dem lostu fu un tata. Wantu suma na lostu satan de du. Yo shita desma sa skrif sa fartal do pal de new bible dis na work of satan de du. Lis go doro. Abede wan kiri ma sensi ta begin. Mhm. En alo bentan na ini da warhead. Warhead no den desma warhead no den satan. Lisi. Because the warhead no den na hem ini quit quiti. Sa? Because the warhead no den na hem ini quit quiti. Lisi. Te ataki leitori, ataki fu hems refi. Satan etak leitori. Lisi. Because ade wan leiman. Suma? Because ade wan leiman. Lisi. Nanga da tata fu lei. Satan a tata fu lei. Dus gado no ma lei, ma satan e ma lei well. Dus if you show a Bible, nanga lei in se. Na gado of Satan aben. You sabah antor fu dat. Ko bigi bari nanga sa. Gona mates, skrif ala de text dis wo sorry tak lei jay bepaalde of de Bible de poursan en de potsan. De poursan en de potsan. Gado tak nuof de tusan dat noma. Matthäus 9 vers 13. Wo lees ala de Bijbel one for one. Da yuk sere vo shafo shell in den. Wo begin nga yuk bada da Marcel da wo lees en go so doro. Matthäus 9 vers 13. Gij heen, gaat heen en leer wat het betekent. Barmhartigheid. Wil ik en geen offerande. Want ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars. Maar mensen die staan hier, in de Bijbel is, en ook kom voor elkaar rechtvaardigen, maar ook voor elkaar de zondaar. Dus naar de zondus maak elkaar. En dat is wel gevaarlijk, hè? Maar als je zo, kom lezen in je boeken wat uit de Nieuwe Wereldvertaling. Ga dan heen en leer wat zeggend wil. Ik wil barmhartigheid en geen slachtoffer, want ik ben niet gekomen om rechtvaardigheid te roepen, maar om zondaars. Waar draai ik in de lees zij op dat punt? Gaat heen en leert wat het betekent. Barmhartigheid wil ik en geen offerande. Mm-hmm. Want ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars. Alle de drie Bijbel die stak je. Messias no kom voor elkaar rechtvaardigen, maar kom voor elkaar de zondaar. Punt. Lezen in de Bijbel. En de Bijbel die ze verdangen, de Bijbel, de man vertaling gebruik als zijn principe voor de King James Bijbel. En alle kerken, maar alles maar zegt dat de originele Bijbel en de Krim Bijbel, de Boom Bijbel, naar de King James Bijbel. Dus als je hebt de Bijbel, je hebt een Boom Bijbel. Lees die verdang. Hoe is dat verschil? Maar een goleri, zal die ze wanneer taki. Mm-hmm. Mi wani fu suma so risari ati moro leki fu gi ofrandi. Dus telek no na semete, eh? Lizi. Because mi no ben kom fu kari dem refardi ki suma, mm-hmm. Ma dem sondari fu dry dem libi. The Bible dis taki a kon fu kari de sondar. Punt. San dis taki? Because mi no ben kom fu kari dem refardi ki suma, ma dem sondari fu dry dem libi. A mesias kon fu kari de sondar fu dry dem libi. Nou, maar als je het woord aan laat weg, hoe belangrijk was het? Maar alle de Bijbel naar Sam, de taki. Als je morgen praat aan Sam, dat is helemaal niets. Hoe je morgen diep, hoe sorry, maar openlijk lee. Hoe gaat het samen naar 2 Samuel? 21 vers 19. Als je openlijk lee, hoe dan vergeet ik? Gado noma lee. Satan na pafu de lee man. Dus als je lee, na Satan. Kom ek so 'n vraag oor dan as sa. Suma keer Goliat? Na David. Ala doule era sondag soule. Ja, doule net. Ja. If you want Bible, san leri tak na wat tras ma keer Goliat. Sa yo dan a Bible dat. Na word of gado? If you want Bible, sa leri tak na wat tras ma keer Goliat.
Para alas masaptag na dapat kay guyat. Opnieuw was er strijd met de Filistijnen te Gob. Mm-hmm. En Elchanan, de zoon van de Bethlehemiet, Jaare Orechim, versloeg de Gatiet Goliath. Oké, dus oorlog bij de. En wat maakte kar Jaare Orechim? Dat naam heeft amaya. Jaare Orechim. Jaare Orechim. Lees ik het door. Jaare Orechim versloeg de Gatiet Goliath. Sumakir Goliath? Jaare Orechim versloeg de Gatiet Goliath. Goliath naar boven Gatiet. Gat naar boven precies. Dus Goliath bek moet over Gat. Sanskrit in een vibrada. Opnieuw was er een strijd met de Filistijnen te Gob. En Elchanan, de zoon van Bethlehemiet, Jaare Orechim versloeg de Gatiet Goliath. Dus naar Samsani? Ja. Oké, okay, kom lezen in Jehovah's getuige Bijbel. Vers 21 vers 19. Er ontstond nog eens oorlog met de Filistijnen te Gob. En Elhanan, de zoon van Jaare Orechim de Bethlehemiet, slaagde er in de Gatiet Goliath neer te slaan. Dus na Elhanan, kier Goliath, de drie Bijbel die stak in. Naartoe. Hoe haar is aan de King James Bijbel, dus de Bijbel naar de King James Bijbel ongeveer naar Sem. El Hanan keer Goliath, dat nou een lee. Lees hem maar dan. Want trafeti bende, again, naar de Filistijnse manachop. Hoe je goed, want de man met die denk je ook toe tak. Ja, dat naar Nederlands, dit naar Nederlands, dit naar Tratongo. Mek de shoot tak dat nog kori. A context de maidreano, a taal. Lees hem maar. Want trafeti bende again naga dem Filistijnen zuma na Gob. Pe Elchanan da man piki fu da Bethlehemit zuma ja eri orkim. Tel het moe na sem hè. Lees hij. Ben naki da brada fu da gati zuma. Suma naki? Ben naki da brada fu da gati zuma Goliath kiri. Suma Elchanan kiri? Ben naki da brada fu da gati. Da brada fu Goliath aman kiri. Ano Goliath. If na gado begi toestemming voor schrift de Bijbel die zie. Verschil nog wat is. Maar de Bijbel na sembra da. Zij de Bijbel voor ons nog vergeet die. Satan na bewan leeman. If a Bijbel na woord of gado. I denk dat Satan nog wil proberen voor veranderen bepaalde zijn. Ano man doe in de Bijbel. Voor gado. Daarom maak de nuang. Nog ja. Nieuwe. Wereldvertaling, nieuw. Gado e ouro? En a ouro toe neu ouro toe. De feit een nieuwe wereldvertaling moest de nangawa nieuwe internationale vertaling nangawa nieuwe deze en nieuwe dat. Een boy is a botsing. Want dan nog, ik ga verklaren dat... Ja, eigenlijk een boy is a botsing. Soort botsing? Ik schreef naar de politie dat werkelijk naar David. Ik schreef is dat David. Ah, inderdaad. Oké. Dan... In Samuel 17, kier Goliath baka. Lees hem maar. Zo overwon David de Filistijn met een slinger en een steen. Hij versloeg de Filistijn en doodde hem. Nou, een slinger. David kier aan Filistijn Goliath. Zijn schrift dat maar. Zo overwon David de Filistijn met een slinger en een steen. Mm-hmm. Hij versloeg de Filistijn en doodde hem. Oké. Okay. Doe me dat schriftje. Zo bleek David met een slinger en een steen. Met een steen sterker. Oh, oké. Okay. Oké. Okay. Oké. Okay. Hij is er een heavy, maar goed mensen. Zo bleek David met een slinger en een steen sterker te zijn dan de Filistijn. En hij sloeg de Filistijn neer en bracht hem ter dood. En David had geen zwaard in zijn hand. Wel, zo schrijft dat bij Berda.
So David ben wini da Filistin suma nanga was slinger en nanga was tong. En aben naki da Filistin suma. En aben kiri hem. Ma no wan huru ben dena ini da anu fu David. Does he shit? Telek no ala de dri de ina Samson de taken. De no of de dri no lei. David kir Goliath. Well, Gogo eta wan lei si berdanga sa. Na 2 Samuel. Gogo luke no baka. 3 Samuel 21 vers 19. Lees hem berda. Opnieuw was er een strijd met de Filistijnen te Gob. En Elchanan, de zoon van Bethlehemit, de Erei, Erochim, versloeg de Gatit Goliath. Oké. Okay. Elchanan keer Goliath in de Bijbel dat. In de mond met is naar Samson. En er stond nog eens oorlog met de Filistijnen te Gob. En Elchanan, de zoon van Jair, Erochim, de Bethlehemit, slaagde erin de Gatit Goliath neer te slaan. Berdaya kinder? Opnieuw was er strijd met de Filistijnen te Gob en Elchanan, de zoon van de Bethlehemiet, Jaeri, Orichim, versloeg de Gatit Goliath. Elchanan keer Goliath. Zo net toen lees je dat naar David keer Goliath. En de drie Bijbel die staat Elchanan keer Goliath, baka. Nou maar lees. Zijn schrift in een origineel Bijbel. Gado biggie. A massa vertaal a Bijbel dis vertaal een grootens deel uit a King James Bijbel. Gado biki wapu a sarna tongo Bijbel, sarna puur Bijbel. Samu skrif in a Bijbel, lees je berda? Want trafeti bende again nanga dem Filistijn suma na Gob. Pe Elchanan, da man piki fu da Bethlehem suma, ja ere orachim, ben naki da brada fu da Gatit suma, Goliath kiri. Suma ben naki? Ben naki da brada. Da brada! Ano Goliath? Sabe kiri? Benaki da brada fu da Gatituma Goliath kiri. A brada fu Goliath aman kiri. Brada de san furu kas don ja herneti fu sori de li. Uno mas don ja herneti fu sori wantu de nomo yusilef ko farkhalek de Bible. Na kor des mai kori en usap tak satan apa fu de li man. Mamu? Ala mamu? Ok. Kogo na Messias? Kogo si sa a Messias taki musdu fi mgo in hemel? Alles maar wat waar hemel, hè? Hoe is aan Messias dat hij moest doen? Matthäus 19, vers 16 en 17. En zie, iemand kwam tot hem en zeide, Meester, wat voor goed moet ik doen om het eeuwig leven te verwerven? Dus aan mij acties aan moest doen voor het eeuwig leven. Allahuana zand dat. Lees je verder. Hij zeide tot hem, wat vraag jij mij naar het goede? Oké. Okay. Eén is de goede, maar indien jij het leven wil binnengaan, onderhoud de geboden. Samen moest doen? Onderhoud de geboden. Dus hij doet de geboden. Even lezen in de Bijbel die ziet. En zie, er kwam iemand naar hem toe die zei, Leraar, wat voor goed moet ik doen om eeuwig leven te verkrijgen? En hij zeide tot hem, waarom vraagt gij mij naar wat goed is? Eén is er goed. Eén is er goed. Wil gij echter het leven binnengaan? Onderhoud dan steeds de geboden. Dus stel ik nou de werkelijk naar woordenverschil. Lees in aan wat is berda? En luku, wansuma ben kom. En aben taki gihem taki. Bu masra, sortu bonsani mi musu du fu mi kakisi libi futego. En aben taki gihem taki. Fu seide yu bekari mi bum. Wan no mo de disi de bum. Dat is wan taki gado. Dus gado wan bum, lazy. Maar even je wan kisi libi, hori dem kobot. Hori dem kobot. Even lees alle de Bijbel dis, na Samson dat al taki, dus unaf lees alle. Even je wan kis eeuwig leven, im hor de geboden. Kogo in openbare no. A mesjes taki pas hij moest doen vir kis eeuwig leven, hè. Koos je sa de Bijbel dis taki moest doen no. Wo go no in a koninkrijk, suma desma, saude in a koninkrijk. Logisch. Je staat naar de smaak bij woorden geboden, hè? Want dat mensen je staat in bij. Dat koos je voor de Bijbel die zo dat gewoon trassen. Suma no wani gua hemel. Gado of Satan. Oké. Lees hem maar. Zalig zij die hun gewaden. Oké. Zalig zij die hun gewaden wassen. Dus, wat is dat? Zalig zij die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens. En door de poorten ingaan in de stad. Dus
Suma des mas alguma foto, suma unha para bom filibi, ninguém tem uma lei de verte. Salak sei, digo no guarden wasen. Des mas aí was de crossi, guarden na crossi, dois efi wasi crossi, daí eu goi no himal efi wasi crossi. At legni top, at negues uma joelda san. Mas a Bible diz aqui, efi wasi crossi, daí unha para bom filibi. Sada taki barba ya kende. Zalig zij die hun gewaden wassen, opdat okay. Opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door de poorten ingaan in de stad. Des masai was de krossi, de ogo in hemel. Wanneer je denkt dat ik was krossi dat nou aan die story. Maar hoe lukken we het om te lezen in Iowa van de Bijbel? Gelukkig. Dat zalig die staat gelukkig. Gelukkig zijn zij die hun lange gewaarde wassen. Gewoon niet. Wat is voor een gewone gewaarde? Dat is extreem. Een lange broek. Maar extreem. Sorry. Die staat gewaarde heeft je was gewaarde je gewaar hemel. Dat tak heeft je was gewaarde je gewaar hemel. This tak if you was langer for you know. Sorry for that, sir. I mean, Koshi, Bible tak worker. Howada ni muasi, howada ni muasi, dem muasi langer howada. Sa Bible tak. Lazy for that. Koshi, say musu amesi as taki if you do the kabouda that you going na kone kray. De one this taki was crossy in openbaring. Listen this taki brother. Blessed for them so much to do him commanding. Sam. Blessed for them so much to do them commanding. Lazy. So that the him ability for the bone for libi. And them can walk adoro him for to go na in that photo. Brother Nasa. Ala Bible Nasa. We love you, ma ala Bible Nasa. If you was crossy, if you was langa crossy, if you was common crossy. En dat tak, if je do den geboden na Samson sa Messias taki. Daarom no, is dat, look, sa die denk je de makwa nga de New Bible, go na 1 Korinthe 14 vers 33, eten wa lezi. 1 Korinthe 14 vers 33, wat ak, oosje sa die de makwa nga de New Bible paka. Wat daarom des my ladies ma taki na afdo geboden, omdat in de New Bible vreng, a skrif taki na korozi mwasi. De meko poko fento hein. De mekin. Yeah. Ni me wasi crossi of menos absing, sorry. Lazy berda. Say de nyum Bible diste. Lazy berda. Because God no de da God of buruya. Berda ngasa. De san sa ulis dis na two three vers no mu lazy. Ano buruya? So ko em follow. God no de wan God of buruya. Suma make the Bible diste. Gado no dewa gado fukuru ya baradanga sa. En, de tra Bible, leka one is, a Yehova getuige Bible disi, de doe moro erg. Ef I go no na barada, barada go na openbaring, 22 vers 19. Wo, go buy one da Bible, if ya one of de tra Bible disi, vergelijking. Belu de vers lai moro heerschriftspan. Uno ma pot alai na video. De verschil voor open. Boom bi de laat boom voor san weg de pot boom voor san weg. San gado taki bada. Openbare 22 vers 19. En if anyone so masa puru fu dem wordu fu da boku fu da profeti taki disi. Gado sa puru hem pisi fu da boku fu libi. If one sma puru wasan ina Bible. Gado o puru ne ina boku fu libi. And if you lees the half Bible that, come sorry once and in a Bible we see. We the poor or mess in the verschillende Bible, but one is a tsar gonna extreme high over to take a Bible. If this man that they gonna kay doro, tsar they gonna the first DC. If you gonna Matthias, Matthias 17. If you gonna Matthias 17, verse 21. Lees een keer dat je kind hebt. Maar dit geslacht vaart niet uit dan door bidden en vasten. Dus de disciple
be go begi gi wan sima fu go poru wan takuru ye ina sima ende no be man ne amesi ya skone amesi ya spura takuru ye ne ate igi de disciple tak gi de wan dis de ye dis tranga na do begi na ngasa beden and fasten beden and fasten da ikan pure takuru ye dat sanskrifin disi bada Ma da sortu takuru yeye disi como po nomo nanga bigi nanga bigi nanga faster nanga bigi nanga faster sanskriti na wadis maar dit slaat vaak niet uit dan door bidden en fasten door bidden en fasten if it ka yo fo so tege bible fi dai go na Matthew 7 vers 21 dai yo shitak brada lezen ki ale kon fo sanskriti da mastrip mastrip next no skrif da pe De laten weg. De laten weg. Vergelijk de Bijbel. Even, broeder. Zij die met de joven. De joven is goed uit de vaste. De ne vaste, hè. Omdat, ze komt uit die blond zij die met de joven. Bij te komen naar de nieuwe Bijbel. If you want ladies, maar dat je nog mag vaste. Je nog maar doe dat naar de Bijbel voor God. Dat je hebt te print een nieuwe Bijbel. Dat je puur per schrift dat je in vaste. If you want leers matak hell nebasta, they must go on a new Bible. Be poor pe hell nebasta, they change the world. Sas man ever start sheol, na that they do in a Bible visit. If you want leers ma lepa, unfurus ma leers matak, de hobo de ne tel moro, and terwijl de ibo blader go na openbare 22 vers 14 de ibo shitak, hey, this must out de na koninkrijk, na this must I do de hobo de, ma if you do any of the new Bible visit, de ibo shitak, Was crossy. Now if you go ask my father, yeah. If you go ask my father, no, father, son, I was crossy this. I'm a little crossy. They are now give one for a hall, they are now knock one poco gira, they are now dance gira, you fear should it. You fear should it. My no learn next. Berdanga sa de san lai moro de san furu e fu gono na Matthäus. Thank you. Matthäus 18 vers 11. De lai moro no magi ala ogi wanto if you wants up moro belu bel berda ya kinte bel berda bela berda dis and we gi ala san de furu in the Bible dis na mas het ni te is wat druppels au gi da. Lezen berda. Matthäus 18, vers 11. Mm-hmm. Want de zoon des mensen is gekomen om het verloren te behouden. Amesias kon je bij de laatste wang. Sanskrit in een dat per de jakinte. Want de zoon des mensen is gekomen om het verloren te behouden. Una lasisma, look at follow up, unesta kuna lasisma. Amesias kon bij de lasisma voor winnie den. Sanskrit in een is. Because he's suma picking. Ben kom voor verlos dem lasi wan. Hoe lees je dat schrift in aye Jehovah zodat je Bijbel? Waarom lees je hem? Dat schrift in Matthäus 18 vers 11. Wat schrijf je? Next no schrift daarbij. Want zij de, voor ze de nobel leren is maar echt over aan Messias. Na alle jaren de Jehovah zodat je leren van ander. En wat belangrijk zijn voor zij zij de laten we alle Bijbel na sim. Broeder, alle Bijbel naar Sam, naar Nederlands, naar Engels, naar Sernatongo, maar alle naar Sam. Maar wat streep je de vijf leren? Maar, El Hanan keer Goliat, in Waskoros in Guahemel. A poorta ka Messias kon, a poorta ka Messias kon fokar de sondar voor draai de Libi. De one is taki a kon fokar de sondar. Kon, kon dus aan. Na wat schets no mo wegi berdanga sa. De lai moro no ma go na ala. O lees wan san. O lees ik ba. Fu show me li. Openbaring 12 vers 9. En de ben trowe da bigi dra go na doro. Da oros neki dati. Disi dem kari didibri na nga sata. Didibri na nga sata. O lees ik ba tak didibri na pap de lima eh. Lees ik ba da. Disi ben kori heri grontapu. Sa sata idu. Disi ben kori heri grontapu. Na ala de nyum Bible disi ano for waring. Gado for warning and she delay open like barale ta keto malizi na sa. This na next belwe sin bon for san give the last 1000 word we in the new Bible this.
bijna 100 vers die man draait, bijna 200 vers die man laat weg, die man voegzaam bij duizenden woorden die man laat weg in de nieuwe Bijbel. U tek u ting en u bestudeer alle de sandies. Satan ek ora heer grond apu, den kan ook nga de nieuwe Bijbel disi. Meks man ook ori nga shuit taki, nga shuit singi. Sai da nieuw script ja. Gade orde uru, en die shikba ta kan asem. De leina verschillende presi, dat is shikba, sonder discussie. If you want tak ori zref godoro, hey, le fabarda ya kinte lop taki na word na siri we sai. If I grow, na gado. De ma ba eftu kwa nga de new Bible dislek fawe bo ways o melangak batak u de ba captive slave blakaman una de extra elite en kerki Christendom teken zo wet mangi a skrif ina Bible tak de extra elite na blakasman. If you can hear another video sa ube meki. If you go in the new Bible disi go na de first pa skrif tak de extra elite be blaka de puren. Daarom nou of de big reader zei dat ik de bijf toe kwam naar de nieuwe Bijbel. Maar die jongens die nog maar leren is maar wet maar Moses in haar Bijbel. Die nog maar leren is maar wet maar Salomon en wet maar Jezus. Die jongen. De bijf toe kwam naar een nieuwe. En dat de saptak blakken maar nu nog lezen. Kom wel look de vers dat we vergelijk de vers. En je kan er net de video voeten. Je bent gewoon look in die Bijbel dat je staat. Want toen zijn er klop. Kom wel naar Jeremia. Jeremia 14 vers 2. Lezen maar naar de Bijbel, de origineel King James Bijbel, die vertaal kon je naar toe. Lezen in zijn schriften maar dat. Juda de Nangasari. Juda na stampen aan Messias moto. Messias a Christus moto voor stampen. Juda, die is naar de in slavernij, in Babylon. Lezen. En de porto voor hem de pina. Dem de blaka. Samsung ades maf Juda. Dem de blaka. Lezen. Na ini da grond. Samsung ades maf Juda. Dem de blaka. Desma fu Juda blaka. Blaka man una de chief Israel. A original King James Bible nanga da Bible taki. Sanskrit da berda. Juda treur en zijn poorten zijn in eens gezonken. Oké. Okay. Zij liggen in rood der aarde. Sam? Zij liggen in rood der aarde. Anders schrijf niks van de blaka? No. Oh. Het gejammer van Jeruzalem steeg omhoog. Punt. Niks voor blaka? Never. Maar dat Bijbel naar Sam? Never. Dit stak desma of Juda blaka. Maar dit is de Sam te doen. Juda treur en zijn poorten zijn in één gezonden. Okay. Zij liggen in rood der aarde. Het gejammer van Jeruzalem steeg omhoog. Zij liggen in rood der aarde. Sam schrijft dat op erde. Save you, Bala. Samson, hè? Hoe moet je dan schrijven naar je van God tegen me? Dit is nou moro erg. Mijn naam next tegen je van God tegen me, maar naar werkelijkheid. Juda is gaan treuren en zelf zijn poorten zijn vervallen. Ze zijn ter aarde neergedrukt. Oh. Zo schrijf dat op. Dat tak dit, ze zijn ter aarde gewat. Ze zijn liggen, ze liggen. Ze liggen in rood ter aarde. Ze liggen in rood ter aarde. Die straks zijn ter aarde neergedrukt. Gedrukt? Nou, Samson, dat is een Bijbel, hè. Hoe is dat schrijven naar een woord? Misschien is dat ook de woord naar Sam, maar hoe? Nou, Ipsa, 14 vers 2. Juda terug en zijn poorten zijn in één gezonken. Oké, hij moet wel erg. Ze liggen in rood ter aarde. Maar Samson, wat is dat? Maar die straks de poorten. Ah. Sanskrit in a Bible, a original Bible, the one is not new. Gado ne uru, gado word ne uru. Sanskrit for that? Juda de Nangasari, mm-hmm. And then portu fu hem de pina, mm-hmm. Them de blaka na ini da grong. Desma fu Juda blaka. Then the Bible is for like in a mafi. They buy one the Bible of one original English King James Bible. Dat je she if alle Bijbel na sem. Kou die moro, kou gewoon een klanglieder. 4 vers 8. Baka Jeremia. Na Jeremia schrijft klanglieder ook toe. A sem Jeremia. Wet ma Moses, wet ma Jezus, wet ma alles ma. Aksie de pebbelak amang moto. De bedoel dat na heren die tak over kleur. A schrijf je na Bijbel, hoe mag tak over hem? Zij die de poeren.
The Bible is na last de con last. Last de ma vertale de new. Nieuwe internationale vertaling. Vier versen. Deze Dem fesi de moro blaka le kikrofaya. Des ma fuju da fesi san? Dem fesi de moro blaka le kikrofaya. So tu le kikrofaya bi. Ataki bama. Une du mui lakma. Des ma beko blaka le kikrofaya dem fesi. Kwe ma fesa ko blaka le kikrofaya? Wano bole isi batak des ma fuju da na le blaka. Beko blaka le kikrofaya hen. Sa skrivi na wapi da kebarga. Nu werd hun gestalte zwarter dan roet. Oké. De blakalek roet, hè. Zij werden niet herkend op de straten. Roet naar Korofaya, hè. Dus die is nog draaien, echt, hè. Zo schreef dat. Nu werd hun gestalte zwarter dan roet. Oké. Dan komt ook aan je hoeveel soort eigen bijbeltak. Je ziet dat toch wat chikchi verschillende, hè. Dus de one dat, de two bijbel die stak, de versie blakalek Korofaya naar zijn roet naar Korofaya. Dus de one die is nog ergens, die stak op de versie bij blakalek Korofaya. Logisch, want pas zou lezen aan dat, als je dat nou blakaman. Dus in de two Bible is de loop leeg, de leeg ba, dus ik had er wel een ba, maar toch de alleen af is dat. Koos je zei je hoofd als getuige Bijbel, takkie. 4 vers 8. Hun aanzien is donkerder geworden dan de zwartheid zelf. Wat een extreem mooi. Oké. Wij zijn niet herkend op de straten. Dus als schrift dat hun aanzien is donkerder geworden dan zwartheid zelf. Maar oké. Go naar 5 vers 10. Klaag liter 5 vers 10. Sanskrit dat we bij de skin ben blaka. Lekker wat onvoel. Sambe blaka? We skin ben blaka. We blaka lekker wat onvoel. De voorste onvoel naar Korofaya ben blaka. De smashti ben blaka lekker wat onvoel. Sanskrit in amant in me brera. Onze huid gloeit als een oven. Wat? Onze huid gloeit als een oven. De smash huid is aan. Gloeit. Gloeit. Sans kreeg dat bij mijn broer. Onze huid gloeit als een oven. Dus mijn huid die gloeit als een oven. Hoe is dat kreeg je naar je hoofd? Wat is dat? Zelf onze huid is heet geworden. Net als een oven. Dus dit mijn huid kofaya als een oven. Hoe mogelijk is dat? Is het gewoon gloeit? Ja, is het? En die lichaamstemperatuur, des massakis biologia score, die lichaamstemperatuur heet, de faya, hij gloeit. Onze huid gloeit als oven door de brand van de honger. Maar dat is niet gloeien. Maar dat is een faya, doe dat, is niet gloeien. Sanskrit in een Bijbel, dit is niet een Bijbel, dit is een pamflet. Bij een kaarten, Sanskrit in een Bijbel. We zijn ben blakka. Lekker wat onvoel. Deze machine ben ko blaka. Lekker wat onvoel. En wanneer is dat tak blaka man naar de Israëlieten? Daarom de mek de nieuwe Bijbel. Hoe lukt dat Job dit aki? Hoe lukt Job 30 vers 30? Hoe lukt dat? Mami, ik niet zo'n moro. Ik moro. Alla Bijbel naar Sam, hè. Alla Bijbel naar Sam. Na woord gebruikt, na makkelijker Nederlands. Ja hoor. Lees een berda ido. Miskien buba de blaka na mitapu. San yop taki? Miskien buba de blaka na mitapu. Berda ne po doen meka blaka. Miskien buba de blaka na mitapu. Te wo lees asa miskien buba de spase do taki. San skrif dape. Miskien buba de blaka na mitapu. Na wa wet man. Miskien buba de blaka na mitapu. Na sne isi. Miskien buba de blaka na mitapu. Maar goed. Sanskrit dat ook bij jou kind. Mijn huid is zwart en laat van mij los. Oké, dat pak ik boe. Want de mensen die laat los, oké. Sanskrit, ja. Mijn huid is zwart en laat van mij los. Oké. Moet je zeggen, hoe was het eigenlijk vandaag? Ja, mijn huid werd zwart. Dat verleden tijd. En viel van me af. Mijn huid werd. Nou, laat even naar Sam. Maar een woord gebruik. Een nieuw, makkelijk Nederlands vertaald. De mij tegen dat ik iemand verstaan Nederlands. Leek naar Nederlands na probleem. In de stak naar draai letterlijk. Naar Nederlands na probleem, hè? Dat de mij tegen.
Om ik hem ook makkelijk te verstaan. Gaat het woord makkelijk te verstaan? Zomaar, zeg. Dus anders is dat ik misschien moet bij de blakken naar me tappen. En dat, ik ben blakken. Ik ben kom blakken. Weg, ja. En hij viel? Hij viel af. Maar goed, maar goed, maar goed, maar goed. Kom maar naar Salomo! Ah, hooglid. Kom maar naar Salomo, of Salomo naar boven met mijn ogen. Dat was de nieuwe Bijbel, dat is. Hooglied 1 vers 1, dat jump op 5. Hoe nou lees alles aan? Jezelf kan lees alles aan ons zien. Lees je, broeder. Dat moro bon zien, dit is de voor Salomo. Mi blaka, maar mi mooi. San Salomo ook hier? Mi blaka, maar mi mooi. Lees je, broeder. Oh, maar pikken voor Jeruzalem. De Salomo ook a blaka, maar mooi. Black is beautiful. Black is wat heel beautiful. Maar blaka, maar je taak is aan dat. Wat man, hè? Wat man. I'm black and I'm beautiful. Wat Bijbel dit eigenlijk, broer? Vijf, hè? Donker van huid ben ik. Doch bekoorlijk. Behoorlijk, hè? Donker van huid is hij. Oké, tenminste. Aan het takkelijk kwam dat, maar tenminste. Aan het een soort passie. Sanskrit in mijn Bijbel, ik denk dat Sam, hè? Ja. Hoe moet Sanskrit in je hoofd wat hij gewoon? Een zwart meisje ben ik. Maar je deed boem? Ja, ja, ja. Syntax. Look de hooglied 1 vers 5. Lees dan schrijf in hooglied 1 vers 5. Mi blaka, maar mi mooi. Zo mij tak de gona vers 1. Ja, moro boem zingen, dit is de voor Salomo. Gona vers 5. Mi blaka, maar mi mooi. Salomo tak a blaka, maar mooi. Kom lees in naar jouw verschrijf gewoon. Sublimste lied. Dat van Salomo is. Vers 5 takkie. Een zwart meisje ben ik. Dus de making denk ik dat nou af de vrouw van Salomo is takja. Maar dat na zijn. Want ik zo op alle christen. Dat ik nou af de vrouw van Salomo is takja. Maar dat kan ik denk ik. De nieuwe Bijbel. De nou niet sap tak Salomo naar boven. Blakke man. Brah Bijbel naar Sam. Lees vers 6. Lees vers 6 brah. Nuluku na mitapu bikasi mi blaka. Bikasi da sombe bromi. Dus a sombro mama meka ko blaka so. Te blaka ma goina so. Hiur goina so langa ye ko blaka he. Sanskrit da pe mi brada. Sanskrit da pe na kashas. Let er niet op dat mijn huid donker is. Dat de zon mij verbrand heeft. Dus da kijk niet neer mij omdat, de zwartig, omdat ik zwartig ben. Want de zon heeft mij in de oog gekregen. Wacht even. Kijk niet naar mij omdat ik zwartig ben. Want de zon heeft mij het oog gekregen. Oké. Moet makkelijk Nederlands! Halleluja, lees je zei wanneer, kom je lezen. Waarom lees je? Kan je lezen je collega samen? Akan. Hooglied 1, vers 1. Dan heb je takkie het sublimste lied dat van Salomo is. Vers 5 takkie. Dat takkie en toe. Een zwart meisje ben ik. Salomo nou een zwart meisje? Een zwart meisje ben ik. Maar lieflijk. Oké. Vers 6. Kijk niet naar mij omdat ik zwartachtig ben. Zwartachtig nog erbij? Wat is zwartachtig? Lees je. Want de zon heeft mij in het oog gekregen. Ja, dat is een mooie goeie. Bala ja, lee. Alle Bijbel naar Sam! Sans Salomo, dat je leest, het is een leesgier, het is een origineel Bijbel, dat blakke man. Nou, we hebben alle rassen van gewoond. Maar weet je, dat is een leesgier, dat is een leesgier. Dus dan logisch dat je Bijbel moet gaan zijn. Dat is niet naar Bijbel, Bijbel niet. Wacht, dat is een leesgier, dat is een leesgier. De Bijbel is dat. Nu druk het naar nu wereld, maar toen Bijbel Nelly. Oké. Ja. Kom eens aan, Taki. Lees je wel dat. Dat moro bon zingen. Dit is de voor Salomo. Vers 5. Mi blaka, maar mi mooi. Ma pikin voor Jeruzalem. Vers 6. Kom eens vaak op blaka, zo lees je. Nu luk na mitapu bikasi mi blaka. Bikasi da sombe bromi. A sombe bromi meka op blaka, zo. Alla Bijbel na sem, no? Waarom te afbarda na sa? Daarom de man maakt de nieuwe Bijbel. Voor koor mij aan jou.
volledig tegen God wet. If je de lees aan die Bijbel moet, terwijl je daar over tempel hoor, dat is een furo. Hoe dat over dat tempel hoor? Daar ben je bang. Kom gewoon door met 23 vers 17. De mij lees ook dan dat de mij lees jouw wet schrijven. Door met 23 vers 17. We langen het om ze, maar de zand is in massap de zand is bedangen. Ze maakt maar een kori moro. Ayuru doro. Je noemt dat Abewa horen om aan voor de oma pikje voor Israël. Dus de Bijbel zegt ook dat de oma pikje voor noemt de horen. Do nomak de hur, no wet fu Moses a gado tak no no, and des mo say tak na me siya sor free a wet ne tell more imam de hur no. San eto malis me do alaf sa taki. You know sa abiwa hur uma fu dem uma pekin fu Israel. Lazy. If fu a man disi de wa sodomit fu dem man pekin fu Israel. Do si nomak a hur and wa sodomit na de homo. Uno mag ap desandat in Israel blak, ama uno mag de desandat gado taki. Uno mag de wan hur, uno mag de wan homo. San wan fitat berdaya kinte. Uno mag de wan hur, uno mag de wan homo. Deuteronomy 23 vers 17. Kus is a Bijbel dat taki? Er zal onder de dochters van Israël geen aan ontucht gewijde vrouw zijn. Oké. Okay. En er zal onder de zonen van Israël geen aan ontucht gewijde man zijn. Makkelijk Nederlands, hè? Mm-hmm. Wat is aan ontucht gewijde? Makkelijk. Samen moeilijk. Je mag de man hoer, je mag de man homo. Maar soms dat dan wat ik dacht, hè? Ja. Koos je zijn jongen van zo'n telefoon aan taki. De Bijbel taki no mag de man hoer, no mag de man homo. En wat dat taki no mag de man vrouw ontegoweid of een man ontegoweid. Dat is taki. Geen van de dochters van Israël mag een tempelprostituee worden. Oh! Dus je mag toch een normale prostituee, maar geen tempelprostituee. Wat is een tempelprostituee? Pina Bijbel, je kan vinden over tempelprostituee. Wat is dat? In Israël tempel prostituee is bedenk. In een tempel voor de prostituee. Oh. Dus je mag het. Wacht even, kom lezen, kom lezen. Je hoeft zo tegen op haar beste Bijbel. Maar die hoeft zo erbij. Nee, dank je. Geen van de dochters van Israël mag een tempel prostituee worden. En ook geen zoon van Israël mag een tempel prostituee worden. Wat is een tempel prostituee? Allebei van awesome. Sa Bijbel tak ya Bijbel da Bijbel a King James Bijbel sa taki berda. You know sa abi wan huru uma for the uma picking for Israel. Mm-hmm. If one man this is the one sodomate for the man picking for Israel. You know mag de homo, you know mag de wan huru. This tak temple prostitute. This normal prostitute mag well. You know mag de temple prostitute man normal wan mag. Na gado of Satan ki toestemming voor schrijven de Bijbel die zien. You make a beslissing, gado gi alles maar wan verstaan en koni, no ans maar no dom, dat weten we allemaal. If you want follow Satan of you want follow Saiwani, gaat u gaan. Maar kom ik en duidelijk, hoe shit dat de Bijbel die is, no af de netaka semsani. Maar allemaal sem! Maar de netaka semsani, maar allemaal sem! Go na 1 Korinthe 1 vers 10, mi barda, wo ronde af. Kwaar kisa gado taki. Alla de Bijbel gise tak taswa san lii. Oepelik lii. Terwijl gado no ma lii. Gado de ouro ma nieuw Bijbel kon wat nieuw vertaling. Lii ma gado no ma lii. Investing. 1 Korinthe investing. Lees mi barda. No mi begi Brada. Na da neem fuwi masra. Da Messias. Dati alamala sa taki da srifisani. Saumus du? Dati alamala sa taki da srifisani. Sa umuslu? Dati alamala sa taki da srifisani. Gado tak ala umus taka semsan. The Bible dice taka semsan. The Bible dice taka semsan. U leizik ba tak sata iku ora hirguru tap. The Bible ne taka semsan. Genesis 3 vers 1. Taka semsan a Bible taki. Genesis 3 vers 1. Koji suma kwanga the Bible dice. Da woronte af. This tak that. So sole. Listen me brother. No, the snake bende da moro koni meti fu gronta pu disi masra kado be meki. Satan.
Satan asmeki na igibe go kor a ifa. Abe koni ka fale dar ma kwa moy kafte vi jide ler kaft fura mo kulu ka mo va bara daf media. A de ino sort moy breki gut tu versirsel. O moy ni he. Sangado taki. No da sneki bende da moro koni meti fu pronta putisi mas rakado be meki. Lazy. En aben taki gida uma taki. Ya, gado ben taki. You know sa nyang fu ibri bon fu da jari. Isaru. Afara dara wo tu gado iva. Sa de bible jai. De fara dara wo tu gado iva jes mar. Sa satan de du, sa satan taki. You know sa nyang fu ibri bon fu da jari. Na dat gado ben taki. Sa fara upiki, lis godoro. En da uma ben piki da sneki taki. Iva piken, lisi. We abi passi fu nyam fu da fructu fu den bona ini da jari. Ma fu da fructu fu da bon disi den a mindri fu da jari, gado ben taki. Uno sa nyahem e uno sa meri hem. Apenna, sa ta dre wotu feru, even just ma. Ma even just, karo tapu mamak nyam debo. Toro elano dat gado ben taki. Sa le bebel disi du banda masa. Ya wotu fi. De draw to if entra o ilato é ina buku dis dis namoro erg bible sai kabi oi ayo vaso tai go bible a erg moro ala de trauma berda kinte o to ifa pon sa taki lo de aso ofi be pu wan sa fu be eta no 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 aso berda next no we all sami be wan bon mudo de sima taki leri bon en sabi de fanodo Ade dai dolo kusita ala de bible abi wan fursel na ini Sandi go am bungu da fiu. Ba ada Bible of a King James Bible. They go on the sub moro bu Bible and take it in studere Bible for sub moro abra leri fu gado. And this you o dewa last man. Bi ding ta ki sabi ba furu ete fu sabi. That me go am tegi. All the further. There's a Bible sign must buy. Now one is. Asar na tongo Bible. Praise a gado. Tak de woman. Minus up so my sort stick them for taling mana boom King James Bible them for tal go in Sarnatomo. No one Netherlands Bible no more. Accent at the Bible because you have two options. A Sarnatomo the Bible of a Engels King James like for the Marshall Taki. That not the two boom Bible. Tena akaba for video we are so. Me want to tell you Taki, we no come for Taki San if you do some ping. Bika ala wi demba ala ya wabi sama wabi fami ayi de soto asoto ke likidi ye wi kai wi konfu taki a true of that wi sa abi prisiri e ke fa Johannes bedu ayi ni dri Johannes in verse 4 ataki no a prisiri no bigiso en ke fu si taki en picking e waka ayi ni a true